Ik ben deze map gewoon al 20 minuten of zo overal aan het zoeken. Ik kon hem niet vinden. En weet je waar hij was verstopt? Ja, waar ik hem eigenlijk zelf ook had verstopt. En ik wist ook wel dat ik hem ergens had neergelegd. Maar ik wist gewoon niet meer waar. Hierachter. Daar. Daarachter, daar lag hij. Ik heb hem in ieder geval gevonden. Daar gaat het eigenlijk om. Want hier zitten alle werken in die ik de laatste tijd allemaal heb gemaakt en zo. En hier zit ook de illustratie in die ik wil gebruiken voor de workshop. Als deze video uitkomt, dan ben ik al in Hardenberg. Dan ben ik druk bezig met het opzetten van de stands en dergelijke. En dan is komend weekend, dus 1, 2 en 3 oktober, is eindelijk Crea Weekend Hardenberg. Nadat we hier ruim een jaar op gewacht hebben, als ik me niet vergis. Deze planning is ook echt heel vreemd voor mij. Ik ben echt veel te laat weer met alles. Maar het was ook omdat ik me niet erop durfde te verheugen. Of ergens in mijn achterhoofd dacht ik, oh, het gaat waarschijnlijk toch niet door. Als je kijkt naar de laatste anderhalf jaar. Maar het gaat gewoon door. Dus daar ben ik heel erg blij om. Dat betekent dat ik jullie deze dagen meeneem met alles achter de schermen. Want ik heb nog superveel te doen. Ik heb echt zo'n lijst aan dingen die ik moet doen in ongeveer 3 dagen tijd. Inclusief het editen van deze video. Je merkt ook aan mijn manier van praten dat ik het druk heb. En dat ik heel veel heb wat ik moet doen. Een aantal dingen van het lijstje die ik dus moet en wil gaan doen is natuurlijk de lijst maken van alle producten die ik ga meenemen, prijskaartjes maken, alles even bij elkaar zetten qua materialen zodat ik zeker weet dat ik alles heb wat ik nodig heb. Ik moet nog alle pocketboxen en zo van de verf moet ik allemaal gaan vullen. Ik moet het stappenplan hier nog van maken. Hier met deze kaartjes is een giveaway gaande. Die kan ik als het goed is morgen allemaal gaan verzenden. Want ik heb die kaarten allemaal vrij last minute gekregen deze keer. En dat is nog maar een tipje van de ijsberger. Een van de dingen waar ik vandaag mee ga beginnen is het stappenplan maken van deze Galaxy Potion. Dus van de workshop die ik ga geven tijdens Crea Weekend. Persoonlijk vind ik het altijd heel erg fijn dat ik workshops geef op de beurzen. Waar mensen gewoon kunnen komen zitten en kunnen beginnen als ze eenmaal gewoon willen. En niet pas met vaste tijden. Ik vind dat zelf altijd een beetje beperkend. Op die manier kunnen er veel minder mensen ook de workshop volgen. En ja, ik vind die vrijheid ergens wel lekker. Dat je niet gewoon vast zit met een bepaalde tijd. Maar dat je gewoon denkt, nou, ik heb daar nu zin in. Er is nu plek. Dat wil ik nu ook gaan doen. En om dat op die manier een beetje haalbaar te maken dit keer. Omdat we het echt met waterverf gaan doen. Moet ik het iets anders gaan aanpakken. Normaal, als mensen bij mij namelijk de workshop gaan volgen op de beurzen. Dan leg ik gewoon alles stap voor stap steeds opnieuw en opnieuw uit. En dat had voorheen ook wel altijd steeds gekund. Omdat ik heel erg beperkt was in een aantal stapjes om uit te leggen. Maar dit keer geef ik een soort mini workshopje met echt aquarelverf. En er komt iets meer bij kijken en iets meer stappen. En daar zie ik nog steeds wel dat mensen gewoon lekker kunnen komen zitten wanneer ze er zin in hebben. Ga ik dit keer op papier al wat stappen uitwerken. Ik heb ook van alle stappen al foto's gemaakt. Dus ik moet daar gewoon nog iets moois en iets duidelijks van maken. Oh, en wat ik ook nog moet doen is de mailinglist nog bijwerken voor de online cursus. De mailinglist groeit best wel. Ik had echt gedacht dat er misschien iets van 10, 20 mensen zich zouden aanmelden. En we gaan echt al richting de 100 nu. Dus dat is wel fantastisch. Ik snap heel goed dat niet iedereen de cursus koopt die is aangemeld op de mailinglist. Maar ik vind het echt al zo fantastisch dat er gewoon al bijna 100 mensen zijn die het interessant genoeg vinden om er meer van op de hoogte te worden gehouden. Ja, dat is wel echt fantastisch. Oké, genoeg gekletst. We gaan werken. Altijd als ik mijn Apple Pencil moet gebruiken, is hij leeg. Altijd. Nee. Het is 10:32. Kijk nou. Super goed gelukt. Ik ben er heel blij mee. Ik heb een paar kleine dingen nog moeten aanpassen. Dan ga ik deze straks een paar keer printen op iets steviger papier. Ja, dit is een setje van 3. Dus je kan vervolgens snijden. Het scheelt ook weer papier en zo.
Dus ja, ik ben tevreden. Het is nu 2:30, dus ik ben hier toch een paar uur flink mee bezig geweest. Maar ik zat wel lekker in de zone en lekker in de flow en lekker bezig. En ik ben heel blij met het eindresultaat. En ik denk dat dit in combinatie met mijn begeleiding erbij gewoon een hele goede combinatie gaat zijn. En ja, ik ben wel happy. Hi, hoe is het? Wil je een knuffel? Hallo, hallo. Hoe leuk het er allemaal al zo uitziet. Gewoon best wel professioneel eigenlijk. Ja, ik vind het wel leuk. Ik ben heel erg trots op. Ik ben natuurlijk ook een goede indruk geven. Ik zou het zelf ook fijn vinden. Dus daar ben ik heel erg happy mee. Een van de volgende dingen die ik moet doen is het uitzoeken van al deze producten die ik heb gekregen van Royal Talents. Het was de planning dat ik het veel eerder kon doen. Maar DHL had besloten om een pakketje zoek te laten gaan. Dus dat heeft een flinke 1,5-2 weken vertraging gehad. Maar het is niet erg. Ik kan er ook nog wel eventjes bij vandaag. Hoppakee. Omdat ik namelijk de producten van Royal Talents gebruik tijdens de online cursus. Omdat ik dan werk met alle Van Gogh producten en dergelijke. Heb ik voor Royal Talents ook alle producten gesponsord gekregen om te gebruiken op de beurzen. Omdat ik op de beurzen graag een workshop wil geven die een beetje een indruk geeft van de cursus. Dat als mensen denken, hey, dat vond ik erg leuk om te doen, dan is die cursus ook misschien wel wat voor jou. Omdat ik dus al die producten gesponsord heb gekregen, voel ik me natuurlijk heel erg gelukkig. En heel erg luxe en heel erg verwend. Want het is echt een doos tot de nok toe vol. En zoals je ziet, het is ook echt geen kleine doos. Nou, er zijn een aantal dingen die ik sowieso nog moet voorbereiden. Dingen zoals papier, dat laat ik gewoon lekker in de verpakking. Want dat is het makkelijkste om op deze manier mee te nemen. Maar, zoals jullie ook in de Galaxy video's hebben gezien, heb ik onder andere ook een pocketbox samengesteld. Natuurlijk in het zwart. Want het vond ik het beste bij mij passen en bij de cursus passen. En heb ik 12 kleuren uitgekozen die ik persoonlijk een van de mooiste kleuren vind. En die heel erg tof ook zijn met het gebruiken van Galaxies. Nou, dat zit ook in al deze doosjes allemaal. En de pocketbox zit hier ook in. En die pocketboxen moet ik natuurlijk wel eventjes vullen voordat we op de beurs zijn. Is misschien wel zo makkelijk. Je zit trouwens niet alleen dat nog in. Hè? Ik heb ook nog ander papier. Ik heb alle penselen, zowel een maat 4 en een maat 8. Dat ze die lekker allemaal kunnen gaan gebruiken. Echt super, super veel. Oh, en Royal Talents heeft voor iedereen die komend weekend tijdens Creëer Weekend meedoet met de workshop een leuke goodie samengesteld. En ook dat hebben ze opgestuurd. En dat ligt weer helemaal... heb ik maar hier verstopt. Want ja, ik moet iets doen met de ruimte natuurlijk. Maar ik zet jullie even... Jullie zitten nu eventjes op een doos, want dat is wat makkelijker. Ik heb hier dus ook nog een hele doos. En nou, hier zitten dus allemaal zakjes in met allemaal tubes waterverf in diverse kleuren. Maar echt een hele hoop. Die hebben ze ook al ingepakt, zitten ook al flyers bij. Ja, echt erg fantastisch. Dat doen ze dus voor jullie. Dus dat is wel echt heel erg cool. Ik heb deze nu wel even op, want die hebben we nu nog even niet nodig. En die doos zit alleen maar in de weg. En dan gaan we maar eens die pocketboxen vullen. Ik zal eerst even alles eruit halen wat ik nodig heb. Wat trouwens ook heel leuk is. Dit is ook dus gewoon echt zo'n display. Kijk nou. Allemaal compleet. Super cool. Alsof ik een mini winkeltje heb. Ja, hoe blij ik kan zijn om de stomste dingen eigenlijk, hè. We'll be right back.
Dag. Ik heb dit ongeveer in een uurtje ongeveer gedaan. Mijn handen zijn echt nu super, super droog hiervan geworden. En mijn nagellak, die heeft nu ook wel betere dagen gehad. Deze 10 doosjes, die zijn in ieder geval nu klaar. Ik ga deze zo dus even opruimen. Dan moet ik voor de cursus zo meteen nog eentje eventjes uitpakken. En allemaal in elkaar zetten, zodat ik die op de cursus kan gebruiken. En dan gaan we eens eventjes alle spullen bij elkaar verzamelen die ik nodig heb voor dit weekend. En dan kan ik even kijken of ik nog dingetjes moet halen of dat ik alles nu compleet heb. Dan kan ik alles een beetje bij elkaar zien. Oh, en laat ik meteen een paar nieuwe rekken zien die ik gekocht en gemaakt heb om te gaan gebruiken op de stands. Nu was ik aan het denken, voordat ik alle spullen bij elkaar ga verzamelen en deze hele tafel en kamer waarschijnlijk bom vol staat met spullen, is het misschien wel slim als ik eerst ga beginnen met het maken van de prijskaartjes. Zodat ik dat in ieder geval ook allemaal bij elkaar heb en heb ik daar ook een beetje extra ruimte voor. Dus dat gaan we eerst doen. Mensen die me volgen op Instagram, die hadden begin deze week hadden de kans om de kaartjes te winnen. Ik had namelijk 5 keer 2 kaarten om weg te geven. Nou, de winnaars zijn getrokken. 4 van de 5 hebben gereageerd met hun adres. Dus ik heb alvast wat kaartjes gemaakt met een leuk berichtje erin. De kaarten, doe ik alles in enveloppen. En dan kan ik dat ook nog vandaag op de bus doen. Zodat ze als het goed is, morgen en anders overmorgen de kaartjes binnen hebben. Maar dus sowieso nog net op tijd voor Crea Weekend. De beurs is dit keer qua organisatie is eigenlijk alles ook gewoon een beetje last minute. Ook omdat vrij laat pas echt zeker wisten dat het door kon gaan. Maar ik heb wel begrepen dat als het allemaal gewoon gaat zoals het moet gaan dit weekend, dan wordt daarna meteen begonnen met het voorbereiden voor de voorjaarseditie. Nou, daar ga ik sowieso denk ik wel naartoe. Maar ik denk dat we nu al met z'n allen gewoon onwijs blij zijn en opgelucht dat we dit eindelijk weer kunnen gaan doen. Prijskaartjes zijn trouwens ook gewoon goed gelukt. Ik heb ze zo gemaakt dat ik ze gevouwen erbij kan zetten. Maar ik zorg ook ervoor dat ik van die kleine wasknijpertjes meeneem en iets van tape en zo. Dat ik ze ook zou kunnen plakken waar ik wil. Maar op die manier heb ik een beetje vrijheid. En deze kan ik als het goed is gewoon gaan bewaren. Ook voor de volgende keren. Dus ja, simpel. Maar ik vind die kleine extra finishing touch toch wel extra afmaken. Oh, en naar aanleiding van de studiovlog van vorige week. Ik heb nu ook postzegels laten maken in combinatie met de nieuwe collectie. Oh, en nu ik eraan denk, ik had ook nog 2 bestellingen binnen. Dus die ga ik zo ook eerst even inpakken. En dan kan ik straks lekker alles in 1 keer wegbrengen naar de brievenbus. We'll be right back.
thuis het laatste adres gekregen voor de kaartjes. Dus ik ga eerst eventjes richting de brievenbus. Dat doe ik lekker op met een toeristische wandelroute. Lekker even om, hoofd leeg maken, meteen er een pauze van maken. En dan gaan we daarna alles naar boven sjouwen. Zo, ik denk dat ik nu alles heb. Het grootste deel komt uit de kelder. En ik heb net gelopen, dus ik heb net 2 trappen op met alles. Dus ik denk dat ik mijn beweging al heb gehad voor vandaag. Oh, en dan heb ik ook nog hierachter ook nog een paar dozen staan. Ik zal er ook even erbij zetten. En ik heb nog een aantal spullen die ik sowieso mee wil nemen. Gewoon ter decoratie. Maar ik denk dat we eerst hiermee gaan beginnen. Want hier zitten ook een aantal lege bakken of half lege bakken bij. Zodat ik het allemaal straks zo goed mogelijk kan verdelen over alles. Ik ga dus eventjes alles uitzoeken, organiseren. En dan laat ik daarna aan jullie zien wat ik nou allemaal ga meenemen. 1 hour later. Zoals jullie zien is de tafel best wel vol. Maar ik heb hier dus alle Van Gogh en aquarelspullen in zitten. Oeh, ik moet zo de tandenborstels die daar liggen, de pipetjes moet ik zo nog eventjes pakken. Dan heb ik hier een aantal nieuwe placemats. Het zijn er 8. Heb ik gewoon een beetje wit, half doorzichtig. Ik heb hier alle glazen bakjes. Ik gebruik dus altijd 2 bakjes water. En ik heb van alles 9. Ik heb 8 plekken, maar ik dacht pak van ieder eentje reserve, mocht er eentje kapot gaan. Ik heb 8 porseleinen verfpallets, 3 hete luchtfeunen, 2 prullenbakjes. Dit is voor mijn beurs in te doen en voor de pinautomaatje in te doen. Ik heb een hoesje voor mijn telefoon, dat ik die om kan hangen. Dat is wel zo handig. Ik heb eronder alle templates liggen. Verlengkabel, moet ik nog eentje extra van halen. 2 hete luchtfeunen en schoonmaakspul voor de handen, dat iedereen lekker hygiënisch is. En terwijl ik even die tandenborstel en zo even erbij pak, maak ik dit ook nog eventjes door. Dat doe ik in die doos. Dan ga ik vervolgens alles inpakken wat met het geven van de workshop te maken heeft. En dan gaan we verder met het inpakken van de spullen, wat ik onder andere verkoop op Etsy, want die wil ik natuurlijk ook meenemen. En zo gaan we stap voor stap ietsje verder. Altijd een beetje puzzelen. Hey poes. Hallo, kom maar. Ik moet wel zeggen dat Vlokje echt de show aan het stelen is, hè? Deze studiovlogs. Is er zoveel bij u deze dagen? Alsof ze weet dat ik er een paar dagen moet gaan missen. Ga je missen? Hallo. Ik heb afgelopen jaar deze pot Haribo zakjes gekocht om mee te geven met iedere bestelling. Maar ik heb er nog een paar over en ze gaan over datum in november. Tenminste, in hoeverre snoep over datum gaat. Maar officieel gaan ze over datum, dus dan kan ik ze gewoon niet meer meegeven. Dus ik neem deze ook gewoon mee naar de beurs. En dan kan gewoon iedereen die iets koopt bijvoorbeeld, krijgen een zakje snoep. Mits Wouter eraan denkt natuurlijk, want dat is ook nog maar de vraag. En Wouter niet alles opeet. Die kans is best wel groot. Deze doos nu ook eventjes voor wat het is. Dan ga ik beginnen met alles inpakken van de Etsy producten. En dan heb ik nog een aantal dingen die ik heb gemaakt in de video's. Die me ook wel leuk leken om mee te nemen. Maar die doe ik dus als allerlaatste. En in de tussentijd ben ik natuurlijk 10.000 keer aan afvragen of ik wel naar alles heb gedacht. Maar in dat opzicht heb ik geluk dat ik nog een paar dagen heb. Dat als ik nog een ingeving heb, dat ik dat ook nog eventjes kan halen.
Omdat ik ook diverse maten prins heb om mee te nemen, lijkt het me wel slim om die waarschijnlijk gewoon mee te nemen in de dozen waarin ik ze normaal ook verzend. Dus ik heb bijvoorbeeld deze boekendoos voor de A3 dingen. En zo ga ik ze denk ik verdelen in alle doosjes qua voorraad. Ik denk dat op die manier het minst gauw beschadigd en dat ik ze op die manier het beste bescherm. Dus dat ga ik als eerste doen. En dan doe ik de cellofaanverpakkingen waar je ze in krijgt ook bij. Zodat iedere print die gekocht wordt ook wel nog netjes wordt verpakt. En op die manier een beetje beschermd wordt. Dan heb ik nog één dingetje te doen vandaag. En dat is een beetje de leuke projecten meenemen die ik een beetje gemaakt heb in de video's en zo. Dus daar ga ik ook wat spelletjes van verzamelen. Een van de dingen die natuurlijk sowieso meegaan zijn mijn Galaxy schoenen. Voor de mensen die zich afvragen, nee, die draag ik nooit, want ze zitten niet lekker. Maar ik vind ze wel heel erg mooi. Is gewoon al meer dan een jaar geleden dat ik deze heb gemaakt. Super, super cool. Voor bijvoorbeeld vooral dit jaar een aantal dingen gemaakt die echt wel leuk zijn om mee te nemen op zijn beurs. Deze koffertjes zijn natuurlijk één van, maar deze gaan ook absoluut, absoluut mee. Die vond ik gewoon heel erg leuk. En die LP-plaat wil ik ook meenemen. Hier. Dus deze, die ga ik ook meenemen. Dan dat die sneeuwmel wel leuk is om mee te nemen. En deze houtjes zijn ook wel heel erg leuk om mee te nemen. Oh, oh, ja, natuurlijk. En ik neem het kinderboek ook mee. Oeh, sorry. Want die mag natuurlijk niet ontbreken. En ik denk dat ik dan een beetje alles wel verzameld heb van de dingen die ik gemaakt heb in video's. Tada! Zoals je ziet, is dit in ieder geval een hele, hele hoop spullen. Nou, nu moet ik alleen morgen nog een paar kleine dingetjes halen in de winkel. En ik ga morgenochtend naar Hobbyshop Online. Want ik neem ook een aantal producten van hun mee om te verkopen. Voorgaande keren op beurs was het namelijk zo heel vaak dat als ik een workshop gaf met bepaalde producten, vervolgens die producten nergens te vinden waren op de beurs. Ja, en dat is gewoon heel erg jammer natuurlijk. Als je een leuke workshop hebt gedaan, dan wil je er misschien ook thuis mee verder. En ik vind wel dat ik dan de mogelijkheid moet bieden dat kan. Dus Hobbyshop Online is zo lief geweest om mij wat spullen mee te geven, dat ik die gewoon kan gaan verkopen. En wat over is, breng ik daarna gewoon lekker naar ze terug. Ja, dat zijn eigenlijk alle spullen. Het is echt, echt een hele, hele hoop. Het was ook al een hele lange dag. Maar ik vind het wel gezellig als jullie erbij zijn. En ik merk ook dat ik deze video heel erg gestrest begon. En hoewel ik nog steeds gestrest ben en gespannen en bang ben en allemaal van die enge gedachten heb hier en daar, ben ik ook wel echt heel erg gelukkig. En ja, ik ben echt wel gelukkig. In ieder geval, dus ik zie jullie morgen weer. Dan gaan we de laatste dingen ophalen. En een paar dingetjes nog kopen. En als het goed is, zijn we dan helemaal compleet. Nou, lekker weertje vandaag hoor. Zo, dat belooft wat voor vandaag. Hele goede morgen. Het is alweer dag 3, oftewel woensdag. Morgen gaan we vertrekken naar Crea Weekend op het eind van de dag. En ik was vandaag gewoon al om 5:15 wakker. En dan ook echt wakker. Met, oh, ik moet dit nog doen vandaag, ik moet dat nog doen vandaag. En dat moeten we ook nog doen. En oh jee, ik heb zin in het weekend. Zo wakker. Dus ja, ik heb toch al een productief ochtendje al erop zitten. En het is nu 9:45 's morgens. Ja, normaal begin ik nu pas op gang te komen. Dus dat is wel grappig. Vandaag op de planning, in ieder geval voor de vlog, heb ik nog een paar dingen die ik graag met jullie samen wil gaan doen. Zo wil ik zo meteen met de auto richting Hobbyshop Online alle producten halen die ik ga verkopen op de beurs. En ik rij meteen eventjes in het overdekt winkelcentrum, want ja, met die regen heb ik daar gewoon geen zin in. En dan ga ik meteen kijken voor een aantal producten die ik nog nodig heb. Zoals onder andere die tissue dozen en dat soort dingetjes allemaal. En dan hoop ik dat ik eigenlijk alles bij elkaar heb.
Nou, ik heb de laatste dingetjes kunnen halen. Het letterbord vinden was nogal een uitdaging. Ik heb voorheen altijd een klein letterbordje gehad, maar die heeft de kat gesloopt. Dus ik wil heel graag een nieuwe en die was nergens te vinden, behalve bij de Jisk. Dus gelukkig heb ik er nog eentje. Blijkbaar is die trend voorbij, maar op een beurs is dat toch wel handig. En ik heb alles kunnen halen bij Hobbyshop Online. Hoe alles in de auto gaat passen, dat weet ik echt niet. Dat zien we morgen vanzelf allemaal wel. Maar ik denk wel dat ik nu ongeveer voor 90% klaar ben. 95%. En de rest zijn allemaal van die saaie last minute dingetjes die ik nog hier en daar moet doen. En wat ik me vast nog wel inschiet in deze dagen. Ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken en voor het gezelschap houden. En ik wil ook iedereen bedanken die komend weekend even hoi komt zeggen of iets komt kopen of een workshop komt volgen. Of die gewoon eventjes even naar me zwaait of zo. Vind ik gewoon heel erg leuk. Daar geniet ik onwijs van. Ik merk wel dat ik het een beetje spannend begin te vinden. Maar ja, ook dat moet vast wel goed komen. Dat was dus in ieder geval de video van deze week. Vond je het leuk? Vind je het niet om een like achter te laten? Abonneer als je het eerder hebt gedaan. En zie ik graag volgende week terug in een nieuwe video. Wat dus een vlogje wordt van Creëer Weekend zelf. Dus dan zie je ook hoe dat allemaal is gegaan. En hoe dat gaande is. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Want dat weet ik ook nog niet. Dus ja, dat. Oké, doei!